Hartelijk welkom. Dit is de videopresentatie over het Bouw het Getijdenboek. Dit handschrift is eigendom van de Koning Boudewijn Stichting en wordt bewaard in de Openbare Bibliotheek van Brugge als manuscript 736. De band is 16e eeuws. Hier zien we initialen van een toenmalige eigenaar. Binnenin op het dekblad zien we een fragment uit een vroege druk, een ex libris. Op dit schutblad staat in het Middel-Engels een recept voor een medicijn tegen hoofdpijn of migraine. En hier zien we een eigendomsmerk uit de 20e eeuw. Vooraan in het handschrift vinden we de kalender. En uit de inhoud van de kalender en de teksten die daarna volgen, kunnen we afleiden dat dit handschrift voor de Engelse markt bestemd was. Want de inhoud volgt het liturgische gebruik van Sarum of Salisbury. Het handschrift is vervaardigd in Vlaanderen, waarschijnlijk in Brugge, rond 1410-1420, maar het was dus vanaf het begin bestemd voor de Engelse markt. In de kalender zijn 6 obiets, of overlijdensdata, neergeschreven van leden van de familie Bowet. Dus hier zien we er al één. En hier. Dus leden van de familie Bowet. De familie Bowet was waarschijnlijk de eerste eigenaar, of een van de eerste eigenaars, van dit handschrift. Vandaar ook de naam Bowet Getijdenboek. Het handschrift bevat 16 grote miniaturen die geschilderd zijn op losse vellen, die daarna aan het handschrift zijn toegevoegd. Op deze miniatuur zien we de moord op de Engelse heilige Thomas Becket. En het feit dat deze miniatuur en het bijhorende gebed niet verwijderd zijn uit dit getijdenboek, wijst erop dat het tijdens de Anglicaanse hervormingen in katholieke handen is gebleven. Want tijdens deze periode was Thomas Becket uit de gratie gevallen. De grote miniaturen dateren dus van rond 1410 en zijn een prachtig voorbeeld van zogeheten pre-Eikiaans realisme. Ze werden gemaakt door de meester of meesters van de lange figuren die tot de Beaufortgroep behoren. Op de tekstfolio's in dit handschrift vinden we 13 verluchte initialen zoals deze, rijkelijk versierd met bladgoud. Als u meer wilt weten over dit getijdenboek, kan u in onze online catalogus een uitgebreide beschrijving en afbeeldingen vinden. Dit was de videopresentatie over handschrift 736 van de Koning Boudewijn Stichting, dat bewaard wordt in de Openbare Bibliotheek Brugge. Bedankt voor het kijken!